Kendra. Oh nee, oh nee, oh nee. Vieze beesten. Oké, ik ben gewoon luid, denk ik. Ik wil nog een geestje zien. Gezellig. Samen doelen behalen. Welkom op mijn kanaal. Ik heb mijn vorige aflevering gestopt vlak voor ze ging gaan wandelen. Normaal gezien hoort dat nog bij die aflevering, maar ik vond die aflevering al lang genoeg. Dus nu krijgen jullie eerst de wandeling te zien en dan krijgen jullie de intro te horen van deze nieuwe video. Dus het gaat er een klein beetje anders aan toe dan anders. Maar ja, dat mag ook zeker. 100%? Allee, kom maar, dan heb je toch het nieuwe niveau. Ja, oké, hier is het nieuwe niveau. Goed, dan gaan we, in plaats van nog verder te klimmen, want ik heb de klimmuur nu eigenlijk wel genoeg gezien, gaan we een wandelpad voltooien en wie weet komen we daar dan ook een bosgeest tegen. Oh, kijk, nu is hij boven. Oké, dat is omdat het al eenmalig was waarschijnlijk. Goed, dan gaan we hier op het bord eens kijken. We gaan... wat voor een tocht, een wandelpad gewoon... Ja, maakt eigenlijk niet uit. Natuurlijk, die wandelingen duren wel eventjes, zeker, hè? Gaan we naar een grot wandelen? Oh, een schilderachtige lus wandelen met Sean. Ja, het is wel in het donker, maar maakt ons niet uit. We hebben nog energie genoeg. En een avondwandeling of een nachtwandeling is zeker zo leuk. En misschien ook wel spannender dan een wandeling overdag. We gaan ze een stukje volgen in hun wandeling, maar zeker niet de hele wandeling, want dan gaat het waarschijnlijk weer te lang duren. Voilà, ze zijn samen op weg, op hun schilderachtige lus of zoiets. Gaan ze rondkijken. Wat is Lena aan het doen? Naar de sneeuw aan het kijken of zo. Oké, wandel maar verder. Wat heeft ze gezien? Wat heeft ze gezien? Oh nee. Vieze beesten. Wacht, kunnen we daar iets mee doen? Nee, daar kunnen we niks mee doen. Oké, dat waren van die vieze beesten. Wat was het? Staat hier niks tussen? Nee, er staat niks tussen van de beesten die ze tegengekomen is. Oké, ja. Goed. Ze vonden het in ieder geval niet zo prettig. Oh, dat noemen ze synchroon vallen, of bijna synchroon vallen. Dat was wel grappig. Is een wandeling gedaan? Ik heb zo de indruk. Is dat dan voltooid? Ja, het is voltooid. We hebben wel geen bosgeesten tegengekomen. Oké, dan gaan we gewoon naar huis, want het is inmiddels 9:45. En dan gaan we iets lekker eten, iets lekker koken. Kunnen we doen. Oké, gaan we allebei naar huis. Oké, we zullen nu Lena iets laten maken. Oh, zit Lena nu aan de computer? Oké, dus we vinden altijd minstens één sim aan die computer. We gaan haar laten koken. Ze hebben een hele dag. Nee, ze hebben niet de hele dag. Maar ze hebben wel flink geklommen en dan ook nog eens gaan wandelen. Dus iets dat goed vult, lijkt mij dan het beste om te eten. Wat zou lekker zijn? We zullen hier rundvlees yakisoba maken. We zullen voor 4, dan kunnen we regelmatig afwisselen, maar hebben we toch ook nog kliekjes in onze koelkast zitten. Wat gaat Sean nog doen? Laten we die dan maar gaan plassen en dan kan die dat stukje hier ook wel opruimen. De vloer schoonmaken. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sneeuwpret. We gaan eens kijken wat we vandaag eigenlijk gaan doen. Sean en Lena die zijn nog gezellig aan het ontbijten. Ze hadden gisteren een semi-rustig dagje. In Voornig hebben ze vooral heel veel gelezen over klimmen. In de namiddag zijn ze dan eventjes gaan klimmen. En dan hebben ze ook nog een wandelingetje gemaakt. En we hebben ook aan hun doelen gewerkt. En wat moeten we nog doen? We moeten nog een bosgeest tegenkomen. Dus dat wil ik in deze aflevering zeker gedaan hebben, want ik ben benieuwd wat ze in het volgende stukje van hun levensdoel moeten gaan doen. Dus we gaan hun eventjes lekker laten ontbijten en dan gaan we denk ik gewoon wandelen en hopelijk komen we bosgeesten tegen. Ik weet nu ook niet of dat enkel 's avonds gebeurt. Ik geloof ook wel overdag dat we die geesten gaan kunnen zien. Of Kodoma. Ik weet niet wat
Of dat zal misschien hetzelfde zijn. Wacht, hier staat een beetje uitleg bij. Reis naar de Senbamachi of Yukimatsu-buurt op Mount Komorebi. Ga klimmen of bezoek wandelpaden met behulp van de wandelkaart in de wereld om de berg te verkennen. Zowel bosgeesten als de Kodoma of Kodama zijn in afgelegen gebieden te vinden en verschijnen als een sim in de buurt komt. Oh, dan gaan we in dit gebied wandelen, dus niet helemaal naar boven waar het de sneeuw ligt, maar gaan we gewoon in dit gebied wandelen, omdat we hier dan toch wonen. Ik had in mijn vorige aflevering gevraagd wat ik met dit huisje zou moeten doen. Nu, ik ben een paar afleveringen achter elkaar aan het opnemen en daar had ik niet echt bij stilgestaan. Dus mochten jullie onder de vorige video hebben gereageerd van oh, dat huisje, zet dat maar in de sneeuw. En dat jullie je nu afvragen van hey, waarom staat dat huis dan niet in de sneeuw? Ja, dat komt dus daardoor. Eens kijken of we hier dan ergens kunnen gaan wandelen. Ah, wacht, we zitten helemaal in het zuiden op de kaart natuurlijk. Als we nu naar het middenstukje gaan, dat we daar, Senbamachi, dat we daar gaan wandelen. Dus we zullen hier naar het park gaan en dan kunnen we van daaruit de natuur intrekken. Ik wil het bamboebos eigenlijk nog wel eens bekijken. Ik denk dat ik daar nog nooit ben gaan wandelen. Laten we dat doen. Oké, het eerste wat we gaan doen is hun klimuitrusting uitdoen. Want die hebben daar nu eigenlijk al de hele nacht mee geslapen. Niet echt slim van mij. Ik vind dat dat eigenlijk bij hun outdoor kleding of zo zou moeten passen. Dat ze een soort klimpak of zo hebben. En dat, gewoon, ja, dat ze gewoon van kleding wisselen. En dat het dan ook ineens uit is. Oké, ik ben gewoon lui, denk ik. Goed, eens kijken waar we hier kunnen gaan wandelen. Ik denk dat we daar moeten naartoe gaan. En oh, hier is het bamboebos al. Dus naar bamboebos wandelen met Sean. En hopelijk vinden we hier van die bosgeesten of Kodama. Ik weet niet wat... Zou Kodama en bosgeest hetzelfde zijn? Dat weet ik nu eigenlijk niet. Maar ja, wie weet komen ze tegen in dit bos. En vind ik zo het antwoord wel. Oké, ze wandelen deze richting op. Dan kan ik een beetje vooruit kijken om te zien of ik dan zo van die bosgeesten zie. Oh, hier loopt nog zo'n vies beest. En dan verdwijnt het. Het lost gewoon op in het niets. In het magische bamboebos. Oké, ze vinden het niet leuk, want ik zie minnetjes boven hun hoofd. Ofwel gaat het over de onderwerpen waar ze over aan het praten zijn. Maar voorlopig is hier nog niks te zien. Oké, dit was dus het bamboebos. Dat is gewoon maar een lusje hier rond. Hier hebben we natuurlijk geen geest gezien. Wacht, eens kijken of we nog ergens anders naartoe kunnen. We kunnen misschien hier... Of laten we naar de tempel gaan. Ja, laten we hier... Laten we samen hierheen gaan, ja. Wie weet komen we dan onderweg wel iets tegen. Wel gezellig zo. Lena komt met haar fiets tot hier en Sean die moet maar lopen. We gaan een wens schrijven. Oh nee, wacht, wacht. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Hier, kijk. Oh, dat zijn die Kodama dan dingetjes zeker. Wacht, hè. Dat weg. Een wens doen. Moeten we die gewoon zien? Oh, oh. Tegenkomen. Oké, en dan kan hij ook een wens doen. Oh, hoor. Oh, dan moeten ze nog rondgaan. Ze kunnen niet over dat muurtje. Hopelijk blijven die geesten hier nog eventjes hangen. En kunnen we ook een mooie foto maken met de geest? Oh, Lena, jaag ze nu niet weg met uw fiets. Ah, Lena, wacht, Lena. Een wens doen. Oh nee, nu zijn ze weg. Oh, dan moeten we die voor Lena nog doen. Oké, Sean heeft het zijne bereikt. Dan gaan we nog geesten moeten zoeken, hè? Dan heeft Lena natuurlijk nog geen wens kunnen doen. Oh. Oké. Dat is jammer. Laten we even samen zitten in het huisje. Oké, terwijl ze hier zo gezellig samen zitten, ga ik nog eens kijken of er nog ergens geesten te zien zijn.
Goed, voorlopig zijn hier geen geesten meer te zien. Dus laten we naar een ander stukje gaan. Eens kijken, hè. Anders moeten we hier naar de grot komen kijken. Ja, ik zit hier met een prut in mijn handen, omdat ik gewoon iets nodig heb om mee te prullen terwijl ik aan het spelen ben. In de vorige aflevering was ik met een klemmetje bezig. Dat heb ik al opzij gelegd, maar ondertussen heb ik dus iets anders vast. Oké, er zijn ook geen geesten te zien. Oei, en Sean is hier rood. Die moet dringend naar het toilet. Oké, het valt nog mee. Oei. Dehydrated. Ja, ik heb dus een mod geïnstalleerd, Slice of Life. En ja, die is nu een beetje gedehydrateerd. Heeft hij nog iets om te drinken bij eigenlijk? We gaan eens kijken in zijn rugzak. Oh, die heeft nog een simi-capsule. Tada! Burgemeester Snorhaar. Yay. Hebben we nog iets om te drinken? Nee, dat is poeder. Zalf. Wat is dit? Noodbraakmiddel. Dat zullen we ook maar niet nemen. Dat is nu niet echt hydraterend. Nee, we hebben niks meer eigenlijk. Feitelijk. Oké, laten we dan maar teruggaan. Ik zou eigenlijk toch nog heel graag willen teruggaan naar... naar hier, want daar hadden we dan geesten gezien. En volgens mij heb ik die daar nogal een keertje gezien. Dus ja, oké. Dan gaan we hierheen gaan. Wacht, samen. Nee, hier zijn ook nog altijd geen geesten zien. Ik ga Sean gewoon naar huis sturen, want die moet dringend plassen. Die ziet er ook niet echt gezond uit. En dan kan ik met Lena... Oh, die moet eigenlijk ook wel dringend plassen. Oh... Wat gaan we doen? Ik wil nog een geestje zien. En de dag is al bijna om. Kunnen we haar nog ergens naartoe laten gaan? Misschien hier naar is dat hier een kerkhof? Laat haar hier eventjes naartoe gaan. En hopelijk komen hier geestjes. En dan... ja, dan zitten ze toch weer gelijk. Ik wil dat ze hun doelen gelijk behalen. Ik weet niet of het realistisch is om dat helemaal tot op het einde te doen. Maar tot nu toe is dat toch al goed gelukt. Gezellig. Samen doelen behalen. Oké, hier is ook weer niks te zien. Oké, als we dit toertje hebben gedaan en we hebben nog altijd geen geest gezien. Ja, dan ga ik met Lena even naar het toilet. Ik denk dat hier wel ergens een openbare kavel was. Dus dan gaan we niet helemaal tot thuis, want ik wil echt wel geesten ontmoeten met haar. Oh, hier is een toilet. Oh! Yay! Gaat ze nu echt fietsen tot hier, voor dat stukje? Yep. Daar komt ze. Geweldig dat hier een toilet staat in het midden van het bamboebos. Dan moeten we niet helemaal naar huis gaan. Oh, kijk, ze moet echt wel dringend. Waar kunnen we nog naartoe gaan, Sebbes? Hier loopt het dood. Oké, ze heeft geplast. Laten we dan gewoon een wandelingetje doen, hè. Waar staat het bord? Hier staat het bord. We willen rond... Ja, gewoon rondwandelen. Oké. Gaat ze nu een spel spelen op haar gsm? We zitten hier binnen van de natuur. Nu gaat ze eerst nog naar het bord wandelen, waarschijnlijk. Om dan terug te gaan. Oké, start! Oké, dus wat heb ik nu geleerd? Ik ben hier een wens komen schrijven. En kijk wat daar ineens verschijnt, die bosgeesten. Dus hop, we gaan naar de bosgeesten. Dus we moeten gewoon een wens gaan schrijven en dan komen ze automatisch. Deze zijn lichter van kleur dan degene van daar straks. Het zal waarschijnlijk met de zon of zo te maken hebben. Kom aan, Lena. Naar de geestjes. En daar gaan we dan een foto van nemen, hè. Ik moet natuurlijk dingen hebben voor mijn thumbnails. En ze heeft een mijlpaal bereikt. Joepie. Oké, dan gaan we haar gewoon naar huis sturen, want dan kan ze gaan uitrusten en zich klaarmaken op de volgende dag. En dan gaan we dan een keertje kijken wat de volgende doelen zijn die ze gaan moeten bereiken. Dus hop, jij mag naar huis. Oh, ze ging hier al liggen, dus ze is best wel moe. Zo, dag Lena. Tot zo. Zo, we zijn weer thuis en Lena is lekker aan het
eten, of was ze lekker aan het eten, en ze gaat verhuizen. Ze gaat misschien een beetje dichter bij Sean zitten. Oh. Oké. Okay. Oh. Hoe romantisch. Maar ze zijn dus thuis allebei. Sean ziet er nog altijd even ja, ziek uit. Ze staat vol uitslag. We gaan eens kijken welke nieuwe doelen ze moeten behalen. En waarom is er... Hij voelt zich echt wel niet goed in zijn vel, hè. Precies snel geïrriteerd of zo. Nochtans is hij heel speels. Nog altijd dehydrated. Een massive breakout. From hormones of or poor hygiene. Oké, maar goed. We gaan eens kijken naar die doelen van extreme sports. Want volgens mij zitten we nu in de helft van al onze doelen. Die doelen zijn meestal opgesplitst in 4 fases. Ja, hierboven staat het ook. Ik weet niet, wacht, ik ga ze er terug over staan. Kijk, daarboven staat dus extreme sports van 2 van de 4. Dus we zitten in de helft. Er zijn dus 4 fases. 2 fases hebben we volledig afgerond. En nu zitten we in de 3e fase. En wat moeten we nu gaan doen? Op een gemiddelde... Wacht, wat? Ik ga mijn pijltje even ergens anders zetten. Op een gemiddelde of expertpiste gaan skiën of snowboarden op hoge intensiteit. De top van Mount Komorebi bereiken. Een blessure door skiën, snowboarden... Of klimmen verdragen. Oké. Dus ik denk dat we de volgende dag dan maar gewoon een keer gaan snowboarden. En laten we, want ze zijn nu ook nog niet echt super moe, van nu nog een beetje te laten oefenen voor het klimmen door middel van te lezen. Want eer dat we de top van Mount Komorebi kunnen behalen, moeten we wel niveau 6 van klimvaardigheid behalen. Dus... Zou ik met deze aflevering nog eventjes willen toespitsen op dat van een gemiddelde piste te gaan? Ik weet nu niet hoe ver Sean eigenlijk staat met skiën. Heeft hij al geskied? Ah ja, skiën. Ah ja, niveau 1. Ja, oké, kijk. Dus Sean die heeft daar echt nog geen ervaring in. En Lena die heeft daar toch al niveau 4 in. Dus dat kunnen we wel proberen. En dan gaan we de top van Mount Komorebi, daar gaan we pas aan beginnen als we echt niveau 6 hebben gehaald van de klimvaardigheid. Daarvoor denk ik niet dat het slim is om eraan te beginnen. Ik heb ook geen zin om een van mijn simmetjes kwijt te spelen daardoor. Dus ik ga ze eventjes nog laten lezen en dan zie ik jullie in de volgende Simsdag. We zijn ondertussen de volgende simdag. Ze hebben goed geslapen en nu gaan ze hier een beetje skiën. Ze gaan wat doorlopend op hoge intensiteit skiën. Maar nu ben ik benieuwd hoe dat het met Sean gaat gaan. Want die ga ik hier direct van de beginnerspiste afgooien. Of de makkelijke piste. Want de beginnerspiste zijn natuurlijk die korte bergafjes. Maar voorlopig gaat het nog allemaal vrij goed. Dus kijken hoe hij beneden geraakt. Zou hij vallen? Of blijft hij overeind? En wat gaat het worden? Wow! Oké, vallen dus. Oeps. Daar ging hij al onderuit. Eens kijken of dat dan ineens op een gemiddelde of experte piste gaat. Oh, op een experte dingen. Oké. Okay. Ah, dus kijk, dat is bij haar al gedaan. Oh, je kan nog niet op. Oké, okay, ja. Ga dan maar hier even... skiën, Sean. Die kan nog niet op de gemiddelde piste gaan. Daarvoor heeft hij nog niet genoeg vaardigheid opgedaan. Bij Lena zijn we pas, denk ik, op die gemakkelijke piste gegaan als ze al niveau 2 of 3 had, denk ik. We hebben in het begin heel erg hard geoefend op echt die beginnerspiste hier, hè. Daar komt Lena. Wauw. Ze gaat best al hard. Oh, mooi gestopt ook. Kijk, hoe. Welk niveau heeft ze nu voor skiën? Nog altijd niveau 4. Oké, okay. En 58% al voltooid van dat niveau. Zit hij nog altijd over dat vuur in? Is het toch al een dag geleden dat hij daar nu nog mee in zit? Alleen nu. Oké, okay, Sean, waar zit je? Waar zit je? En daar komt Sean en hij gaat het goed doen. Kijk maar. Toch niet. Maar zo, bijna een niveautje erbij voor hun skiën. Dat is wel goed. Dat is wel goed. Oké, ik ga ze hier nog eventjes laten skiën, want heel veel valt er eigenlijk niet aan te zien. Ik wil Lena eigenlijk nog wel eens volgen. Waar is Lena? Oh.
Oké, die camera doet weer zo stom. Waarom wil jij niet volgen? Kijk, nu zien we Lena maar half. Nu hebben we eigenlijk de fun gemist. Oké, we gaan ze nog eens volgen. Daar komt ze hoor. En jump! Oh, zeg, met zo'n draai erbij. Nog een jumpje. Goed gedaan, Lena. Goed gedaan. Waar is Sean ondertussen? Oh, ah, ik dacht dat ze daar op de grond lag, maar dat was iemand anders. En Sean gaat terug naar boven. Ondertussen heeft hij al een niveau hoger voor skiën. Ja, niveau 2. Wacht, we gaan eens kijken of hij dan op dit. Nee, ik kan nog altijd niet naar Goofy-stand veranderen. Wat wil dat dan zeggen? Geen idee eigenlijk. Ik zie nooit het verschil. Is dat dan met die. Nee, dat heeft toch allemaal van die kleurtjes. Ik weet het niet wat het verschil is. Oké, we gaan Sean een keer volgen en zien hoe dat die het doet. Voor de rest. En hopelijk, waarschijnlijk kan die pas ook vanaf niveau 3 naar die andere piste gaan. En dat is eigenlijk wel stom, want dan moet hij nog een beetje oefenen natuurlijk. Oeh, daar gaan we weer. Ja, dat is toch al een moedig jumpje, hè, Sean? Dat is al moedig. Ja, dat gaat goed. Je kunt het beter dan mij. Alleen het stoppen. Daar moet hij nog een beetje op oefenen. Oké. Ik ga ze nog heel eventjes laten oefenen hier met het skiën. En wat kunnen we dan nog doen? Dan kunnen we... Ah, een blessure door skiën, snowboarden of klimmen verdragen. Ja. Ik weet nu niet of Sean al een blessure heeft opgelopen. Nee, dat heeft hij nog niet. Oh, hij is verdrietig. Niet zo klaar als ik dacht door het hebben van een imperfecte skisessie. Och, garme. En te veel helling. Jakkes, wat een vreselijke skidag voor Sean. Soms zijn er iets te veel pistes. Ik is net iets te lang aan het skiën, volgens mij. En Lena, die blijft maar gaan. Die blijft maar van die berg komen. Oké, ik ga ze hier gewoon nog een beetje laten oefenen. En dan ga ik de afleveringen, maar ik weet dus eigenlijk niet hoeveel ik nu ondertussen heb opgenomen, omdat er zoveel stukken tussenuit vallen door dat wandelen en door dat oefenen, dat ik eigenlijk niet goed weet van hoeveel video er nog gaat overblijven na het editen, want ik ben nu weer 40 minuten aan het opnemen en ja, wie weet schiet er maar 10 minuten over. Vond je dit een leuke video? Geef het dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie allemaal in mijn volgende aflevering. Doei doei!